Op dit moment wordt organisch afval in Nederland vergist, gecomposteerd of verbrand. En wat je ziet is dat de afvalindustrie een betere bijdrage wil leveren aan circulaire economie. En ze zouden graag zien dat deze afvalstromen gebruikt gaan worden als bouwstenen voor de chemische industrie, als nieuwe grondstoffen. Wat je ziet is dat de afvalindustrie beperkte kennis heeft van de chemische industrie. Het is voor hun heel moeilijk om te bepalen op wat voor soort chemische bouwstenen zou ik mij moeten richten. TNO werkt al enkele jaren binnen BioHorizon Shared Research Centrum aan bioaromaten. Dat is een specifieke groep chemische verbindingen die hun weg vinden in diverse applicaties zoals verf, coatings, smeermiddelen en bijvoorbeeld plastics. Merken zoals Unilever, Coca-Cola, IKEA, Lego, nog vele anderen zijn op zoek naar duurzame bioaromaten. Wat TNO gedaan heeft samen met de afvalindustrie, we hebben verschillende afvalstromen geanalyseerd op geschiktheid om deze om te zetten naar chemische bouwstenen. Daar zijn er 4 van geselecteerd. Je kunt daarbij denken aan GFT, zeefgoed, dat is toiletpapier wat via de waterschappen beschikbaar komt. We kijken naar mest, varkensmest, koeienmest, maar ook bijvoorbeeld luiervulling. Wat TNO doet, is dat we hebben een scheiding gemaakt tussen meer natte biomassastromen en meer droge biomassastromen. En voor beide hebben wij een technologie ontwikkeld om deze om te kunnen zetten naar bouwstenen voor de chemie. En van beide technologieën worden dezelfde intermediairen gemaakt voor bioaromaten. Als je alle organische reststromen uit heel Europa op één hoop zou gooien, dan kun je ongeveer 5 tot 15 miljoen ton bioaromaten produceren. De volgende stap is dat we naar een proeffabriek gaan, waarmee we in een semi-commerciële omgeving deze afvalstromen gaan omzetten in bouwstenen voor de chemie. Voor de chemische industrie is schaalgrootte heel erg belangrijk. Dus we zoeken nadrukkelijk aan de voorkant meer afvalindustrie die graag samen met ons in gezamenlijk onderzoek deze proeffabriek mogelijk maakt. En aan de achterkant zoeken wij chemische industrie die de bouwstenen die wij maken gaan toepassen in hun applicaties. Het toekomstbeeld wat wij in 2025 willen bereiken is dat deze luiervulling, afkomstig uit afgedankte luiers, omgezet gaat worden in een plastic waarvan we de verpakking van de luiers weer kunnen maken. Kijk je naar de milieu-impact. Het is heel belangrijk voor de chemische industrie om de CO2-uitstoot te verminderen. Door het gebruik van deze organische afvalstromen naar de chemie kunnen we gezamenlijk 50 tot 75% uitstoot reduceren. En dat is dus echt serieus impact.